Welkom in Waartse Tempel. Waartse Tempel is gladly to present, hosted by Bonfire Productions, For Just Saw. Are you ready? Ik ben Ernesto van Dal en ik speel toetsen in For the Soul. En For the Soul, wat voor band is dat? Dat is een Motown band, zeg maar. We spelen de Motown nummers. Jullie spelen alleen Motown? Meer Motown, ja. En wat kan je zeggen is jullie muzikale achtergrond? Muzikale achtergrond is eigenlijk van tropisch naar Arabisch naar over de hele wereld een beetje. Tenminste, we spelen eigenlijk van alles. Maar in deze setting is het dus echt Motown karakter. Ja. Nu zien de kijkers thuis natuurlijk Julie van een oud Idols kandidaat. Is zij jullie vaste zangeres of hebben jullie verschillende zangeressen? Het is de bedoeling dat Julie de vaste zangeres is, ja. En hoe zijn jullie aan Julie gekomen? Leslie Joseph, de bassplayer. Annex, ook de founder, die de band bij elkaar heeft gebracht, zeg maar. Hij heeft haar ontmoet, zeg maar, en hij heeft haar dus geïntroduceerd in deze setting. Goedenavond, ik ben Leslie Joseph, ik ben de bassist voor Forge Soul. Ik ben een muzikaal director ook. Nu spraken we net Ernesto en die zei dat jullie allemaal een verschillende achtergrond hebben. Wat is uw muzikale achtergrond? Oh, mijn roots ligt op Antillen. En mijn achtergrond is echt Antillen. Ik hou van mijn tumba. Desondanks dat ik van alles en nog wat doe, maar dat is mijn roots. Die blijf ik behouden ook. En hoe komt u dan erbij om Motown muziek te gaan spelen? Nou, Motown is heel bekende ding. Is gewoon, Nederland is blijven hangen in de jaren van Motown gewoon. 70, 80. En ik vind het ook te gek om dat te doen. Ik ben ook daarmee opgegroeid. Desondanks mijn roots, maar ik ben ook hiernaast ook mee opgegroeid, dus ik vind het leuk. Nu horen we net van Ernesto dat u Julie heeft ontdekt. Kunt u daar wat meer over vertellen? Nou, ik heb Julie niet ontdekt.
Ik denk dat Julie sowieso meer zichzelf of haarzelf heeft laten ontdekken via Idols. Maar met deze groep dus heb ik Julie wel gevraagd om bij te komen. Want ik denk dat zij heel te gek hierin past gewoon met het formatie gewoon. Naast Julie zien we ook een zanger op het podium staan. Kunt u daar iets mee over vertellen? Nou, de zanger is Lucas Shepard. Die is heel bekend in de vroege jaren in Suriname. Zingt te gek. Iedereen kent hem. De Michael Jackson van Suriname in de jonge jaren gewoon, weet je. Dus hebben we veel mee gedaan. Ook laatst een trip in Suriname met hem gedaan en zo. Ging helemaal te gek, perfect. En vanavond is hij weer hier aanwezig. Dus er gaat wat leuks worden met die twee bij elkaar. Hoe bereid je voor op een optreden? Ik bereid me voor op een optreden. Ja, eerst natuurlijk goed de nummers instuderen, thuis vooral. En daar eigenlijk voordat ik op ga treden, zoals nu, dan probeer ik gewoon een beetje rustig te worden. En mijn pancake op mijn hoofd te doen. Weet je, al mijn kleren aan te trekken. En dan voel je al meer dat je artiest wordt dan dat je gewoon Julie bent thuis, zeg maar. Zo doe ik het, denk ik. Ja. Nou, de meeste mensen zullen je wel kennen van Idols natuurlijk, als kandidaten. Heb je nog andere dingen die je daarvoor hebt gedaan, voordat je bij deze band kwam? Ja, nog heel veel dingen eigenlijk. Ik ben gewoon fulltime zangeres en ik word gewoon ingehuurd door verschillende bands. Maar ik heb bijvoorbeeld ook core voor Mariah Carey gedaan. En voor Julio Iglesias. Dat is wel echt te gek. En ja, gewoon met verschillende bands, weet je. Op verschillende locaties optreden. Eigen nummers maken. Ook studiowerk. Dus het is heel verschillend eigenlijk. Ja. Wat zijn je ambities? Hoe zie jij de toekomst? Nou, ik zie de toekomst zo. Dat ik... in de toekomst ga ik gewoon soul funk, denk ik. Aan de jeugd weer verkopen. Laten zien dat het gewoon de shit is. En vooral heel veel energie op het podium brengen. En ik streef ernaar om gewoon al mijn energie eruit te krijgen op dat moment. En ik denk dat dat niet altijd het geval is tijdens optredens. Dus zo zie ik mijn toekomst. Dat ik dat kan toevoegen in de Nederlandse markt. En dat ik dat ook gewoon in eigen nummers ga brengen. Ben je bezig met eigen werk? Ja, klopt. Ik ben... met drie verschillende producers bezig om zoveel mogelijk nummers te maken. En ja, dat is mijn eerste doel. Ja. En wanneer kunnen we iets verwachten van Miss Julie? Nou, ik heb geleerd dat ik beter gewoon niks kan zeggen. Dat ik beter kan zeggen van, als ik er ben, dan horen jullie dit wel. Want anders blijf je de hele tijd, ja, dan, ja, dan, ja, dan. Weet je wel? Dat is gewoon ervaring. Dus dat komt. Zeker 2007. Ja.